beginnen zometeen eigenlijk met het deel wat we na de pauze gaan doen, overmorgen. En de reden daarvan is dat de kinderen daarna naar huis kunnen. 1, 2... Ik ben gevraagd om het totale programma aan elkaar te smeren. Er zijn natuurlijk vier orkesten die samen op het toneel zitten, zeg maar, en tegelijkertijd spelen en soms achter elkaar. Soms één orkest, ander orkest, soms samen. Dus om daar één geheel van te maken en ook een beetje de omlijsting daarvan van elkaar te krijgen. Dus, ja. Want er zijn ook mensen die het aan elkaar praten. Ja, we hebben drie presentatoren uit het orkest zelf. En uit het orkest zijn een paar mensen gevraagd die dat willen doen. Dus het is ook leuk dat ze dat uit eigen beweging doen natuurlijk. Dat is het leukste. Eerst met Astor, dan achterbij. Dan is Hallo Medley, dus dan is die van de... Nou, noem ik hem wel ongemakkelijk. Dan hebben we, daarna hebben we de Movie Medley. Dus Night of the Movies. En dan als laatste hebben we de clown. Dan laat ik Jonas even de aankondiging doen. Die staat hier in het midden. En jullie onderbreken hem, zeg maar. En dan komen jullie eigenlijk met veel kabaal op. Als Jonas zegt, we gaan door met het volgende nummer, dan kom je met veel kabaal. Dan gaat hij namelijk weg. Dan zegt hij, volgens mij komt het nu een nummer voor de klap. Wat is toch knap dat jullie hier al kunnen spelen. We gaan door met het volgende nummer. Oh. Ja, dit zijn de kinder- en jeugdorkest natuurlijk, maar we hebben natuurlijk ook een jongerenorkest en een volwassen orkest. Mijn taak is vooral, ja, nu vandaag vooral te zorgen dat de looproutes allemaal duidelijk zijn. Wie weet wat hij wanneer op moet brengen, wanneer op moet. Dat ze weten wanneer ze opstaan, spullen weg, van toneel af weer op moeten. Dus het organisatorische deel, zeg maar. Ja. En we gaan een beetje soundchecken vandaag. Nou, dit is best bijzonder. We hebben wel eens vaker met z'n allen een concert, maar om met z'n allen op één groot podium te zitten, dat is lang geleden inmiddels. We hebben het een keer 5 jaar geleden ongeveer gedaan. Toen was het jeugdorkest 45 jaar en nu is het 125 jaar Harmonia. Dus we pakken wel onze momenten daarvoor om dat te doen. Dus er zijn heel veel leden die dit nog nooit meegemaakt hebben, met name de jongsten. Nee, de jongeren hebben dit inderdaad niet meegemaakt. En het is gewoon heel intensief, dat zie je ook nu misschien wel. Je moet lang wachten. Er gebeurt veel, het zijn veel mensen, dus het is een hele organisatie om dit in goede banen te leiden. 2 en 3 gaan staan, 2 mensen bij deur 5 en 6, ja, daar 2 inderdaad, en daarboven 2. Oh, dit spelen we gewoon in het orkest zelf? Ja. Dus tot hier spelen wij hier? Nee, vanaf hier spelen we. Wat gaan we allemaal meemaken vrijdagavond? Nou ja, buiten een aantal mooie muziekstukken. Het is het zijn uit de top 10. We hebben een enquête gehouden onder de oud-leden, maar ook leden. En er zijn een paar stukken zijn daaruit gekomen, dus uit de top 10. Daar spelen we een aantal stukken van. Er is een stuk speciaal gecomponeerd. Daar gaan ze zo meteen op oefenen. En de componist is ook gelijk de dirigent. Dus dat is heel bijzonder. Daar wordt ook niet alleen het podium voor gebruikt, maar de hele zaal. Ja, en de combinatie tussen orkesten. Er wordt samengespeeld, maar het worden ook de orkesten alleen komen aan beurt. Dus het is van alles wat. Je hebt geluisterd naar het stuk Omnis Harmonia. Dat ik heb gecomponeerd voor het 125 jaar bestaan van deze club. En dat werd vanavond voor de eerste keer bij de generalen met het hele orkest gespeeld. Het is vandaag voor het eerst dat alles bij elkaar kwam. Ik bedoel, het stuk was natuurlijk wel klaar. En de verschillende geledingen, dus Cho en Harmonia en de jeugdorkesten hebben het wel geoefend, zeg maar. Maar het is wel voor het eerst dat al die puzzelstukjes zo in elkaar komen. Met ook alle ruimtelijke dingen en dat mensen om het publiek heen staan. Dus ja, dat is wel spannend. Ja, heb je daar ervaring mee dat je mensen ook in de zaal hebt staan? Ja, dat doe ik. Het is altijd leuk op het moment dat je zo'n zaal hebt en je hebt die mogelijkheden. Het is altijd leuk om daar mee te werken, zeg maar. Gewoon met de ruimte. Het kan soms heel klein zijn dat je gewoon iemand in de zaal zit met een apart instrumentje wat gewoon in één keer zo ergens van achter komt of zo. En ja, ik zie je nu lachen en ik zag je net ook lachen, maar ben je tevreden? Ja.